Nou, ik begrijp dat je na de drankjes komt, dus het mag niet lang duren. Ik moest nog wel even aan die tv denken, Hans. Wij hebben thuis een ganzenbordspel. En dat dateert ergens uit 50 jaar. En dat spelen wij toch nog wel graag. En daar kom je op zo'n vakje en dan moet je een beurt overslaan of zo. Maar het allerergste vakje is het vakje waar precies die tv op staat. Dat moet je 3 beurten overslaan. Dus ja, in die tijd was denk ik een tv iets bijzonder. Nou, het schuurtje, jullie kennen het schuurtje wel. Het staat hier achter in de tuin en daar knutsel je lekker in. Nou, zo'n schuurtje stond ook bij Hewlett Packard in de tuin. En daar is het grote concert begonnen. En waar we nu zijn is eigenlijk het schuurtje van ons allemaal. Van alle bedrijven die samenwerken onder de noemer Polymer Science Park. En wij bestaan vandaag, op de kop af bestaan wij 1 jaar. En eigenlijk zitten we met z'n allen in dat schuurtje. Het is nog een beetje rommelig. Er wordt nog getimmerd. En als het even niet past, dan zagen we nog een gat in de muur. we proberen niet al te veel op onze vingers te slaan. Maar we zijn in het schuurtje en we zijn gezellig begonnen met elkaar te klussen. Ik ga niet de hele historie van PSP herhalen. Maar kijk, het is om u heen waar u nu bent. Dit is een 3D-lab. Misschien laat Gert straks nog wat zien. Dit is het terrein van Gert Westrup, die zich hier gevestigd heeft. En dit is Gert zijn schuurtje. Hier beneden staan nog meer schuurtjes. En eigenlijk met alle bedrijven met wie we samenwerken zijn we bezig dus om de innovatie in kunststof en coating een nieuwe stap te geven. En wat ik nou zo mooi vind, is dat je de hele tijd op allerlei manieren merkt dat we verbindingen slaan. En we slaan verbindingen van het grote naar het kleine. We slaan verbindingen van het jonge naar het oude. En we slaan verbindingen van het technische naar het creatieve. Bijvoorbeeld de greep, vanmorgen al een bijeenkomst waarbij een stelletje is niet aardig van me, maar een aantal studenten die zich bezighouden met serious gaming. Hè, dus die ontwikkelen games voor computers. Die gaan nou een stuk software ontwikkelen wat DSM gaat gebruiken om het drogen van verf inzichtelijk te maken. Nou, dat had ik niet bedacht toen we met PSP begonnen, maar dat soort dingen gebeuren dus. Dus ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk aardig dat zich hier allemaal is gaan afspelen. En dat is eigenlijk ook wat ik had gehoopt wat zou gebeuren toen we hier met elkaar mee begonnen. Even kijken. Een beetje te lezen, nou ik zal dan zeggen, hè, wat is eigenlijk R&D, innovatie en fundamenteel onderzoek? Hier staat toegepast en hier staat evolutionair, daar staat revolutionair. In ieder geval innovatie zit heel dicht bij de toepassing. En innovatie betekent dus niet alleen maar een product ontwikkelen, maar betekent ook het product toegepast krijgen. En de grote truc zit er nog altijd in, niet alleen om iets te bedenken wat in het laboratorium werkt, waar de patentafdeling heel blij van wordt en waar de verkoper blij van wordt, maar ook iets te bedenken waar je markt blij van wordt en waar de markt op zit te wachten. En zeker met technologische vernieuwing in kunststof blijkt dat best wel lastig te zijn. En allerlei barrières die we tegenkomen bij het toepassen van nieuwe technologieën, die in wezen niet technisch zijn. Wij weten allemaal dat de toekomst van constructie, die zit in kunststof. Het is allemaal metaal nu. Dat heeft niet mee te maken dat de kunststoffen slecht zijn, maar dat heeft ermee te maken dat het een industrie is die niet weet hoe je een kunststof moet verwerken in een constructie. Niet weet wat de lange duureigenschappen zijn. Er is geen normenboek. Trouwens zijn ook geen eens mensen opgeleid om dat te doen. Dat zijn allemaal problemen die je dus moet oplossen door iets mee te bereiken. Nou, het 3D-printen, we kunnen er allerlei leuke dingetjes van maken. Maar wij willen 3D-printen graag als praktische toepassing voor de industrie zien. Nou, dan moet je dus gaan kijken van wat voor materiaaleigenschappen heb ik eigenlijk. Hoe ga ik daarmee ontwerpen? Kortom, dat zijn zaken die je dus niet alleen als technisch bedrijf doet, maar waar je dus samen met de partners in de keten moet gaan samenwerken. Nou, daar hebben we natuurlijk de voorbeelden van. En daar kunnen we misschien bij de borrel nog even over praten. Maar dat is waar het hier over gaat. Ik hoop dat u dit opgevallen is ook de afgelopen weken. We timmeren erg hard aan de weg samen met een paar andere partijen om TEDx Zwolle van de grond te tillen.
Ik heb ook gemerkt dat velen van u soms nog moeite hebben om te snappen waar het nou eigenlijk over gaat. Wat is een TEDx nou eigenlijk? Nou, er zijn ook hoop hocus pocus. We hadden 100 plekken voor de TEDx. We hebben 600 inschrijvingen gekregen. Dus er was een serieuze ballotage voor nodig. Maar 12 maart is het dan zover. En dan gaat het eigenlijk de hele dag lang over de impact van technologie op ons leven. En wat is daar nou het belang van technologie op ons leven? Want wij vinden dat misschien wel belangrijk en we hebben allerlei beelden bij. Maar de gemiddelde Zwollenaar, en die zal niet zoveel anders zijn dan de Nederlander, die zal het eigenlijk worst wezen, zolang het maar doet. Maar ook vanuit onze doelstelling is dat niet iets waar wij tevreden mee zijn als PSP. En wij willen graag slimmer innoveren met bedrijven, met elkaar. We willen nieuwe technologieën naar binnen brengen. Maar we willen ook de studenten op de verschillende niveaus naar binnen trekken. Nou, gelukkig zien we dat er ondertussen heel veel gebeurt. Elke dag lopen hier zeker 10 stagiaires en afstudeerders en werkstudenten binnen zijn rond. Na de zomer zullen daar bij tijd en wijle een paar 100 mbo-studenten bij komen. Die allemaal wat aan het leren zijn op het gebied van kunststof en koken. Maar het begint eigenlijk nog een stap ervoor. En dat zijn de ouders, de onderwijzers, de beleidsmakers. Die ook wat moeten snappen van het belang van onze industrie. En dit soort dingen, die promoten wij, die ondersteunen wij. Omdat we eigenlijk op alle niveaus vinden dat we het probleem, het gebrek aan kennis van technologie, moeten aanpakken. Ook bij mensen die, waarvan je het eerst gezegd zou zeggen, van, hebben wij daarmee te maken? Ik moest het over de toekomst hebben. Ja, dit zou de toekomst kunnen zijn. Geografisch aangelegde mensen, of topografisch aangelegde mensen, kunnen die iets herkennen van de Centuurbaan. De toekomst waar wij aan werken is dat wij heel graag een clustering zien ontstaan op deze plek waar wij nu zijn van innovatieve organisaties, bedrijven, instellingen, scholen die hier samenklonteren omdat er iets gebeurt wat interessant is, wat business oplevert en waar groei uit voortkomt. En dat kan zich dan realiseren in een heel mooi gebied. Maar het begint met de inhoud. Er zijn 4 plekken waar wij als Polymer Science Park denken dat we samen met de bedrijven die met ons samenwerken iets voor gaan zorgen dat er doorbraken kunnen komen of platforms kunnen komen om te komen tot de innovatie waar we het eerder over hadden. Ik noem ze heel kort even. Wij geloven er dus in dat op het gebied van 3D-printen dat op dit moment de Apples en de Microsofts bestaan die over 20 jaar tientallen miljarden waard zijn. Die namelijk in de garage bezig zijn. Ze zijn er al, we hoeven ze alleen maar te zien. Maar we zitten op de grens van het moment dat doorbreekt. Daar willen wij bij zijn en we willen van deze regio, deze stad, een voorloper maken, dus tenminste in Nederland. Het gebied van coating, ook vanmorgen kwam het weer aan bod. De coatingindustrie is een zwaar onderschatte industrie in Nederland. De coatingindustrie is een van de weinige industrieën, technologische industrieën, waar Nederland absoluut vooraan staat in de wereld. De belangrijkste innovator is en ook een van alle grootste producenten. Denk maar aan Sigma, DSM, Axo, Van Weijen. Allemaal trotse Nederlandse namen. Dit trouwens een grote Zwolse componenten erin. Helaas is het zo dat sinds eind jaren 80 er geen technoloog meer van de HBO-opleiding afgerold is. De MBO's de opleiding niet meer doen. En wij vinden dat allemaal maar dood allemaal wat laten gebeuren. Dat is een schande en daar gaan we wat aan proberen te doen. En niet alleen maar te roepen. En dus die honderden studenten MBO die na de zomer hier komen, die gaan allemaal het lab in en die gaan allemaal iets leren van coating. Dat is onze toekomst. Dus coating vinden we heel belangrijk en we hopen ook op het gebied van coating die samenwerking in te krijgen die ook nergens bestaan. De coatingindustrie staat ook niet echt bekend op zijn drang tot samenwerken, wat eigenlijk heel jammer is. Maar ze zullen het moeten leren. Dan hebben we het nog niet over gehad over het spuitgieten. Wat een hoeveel mensen als erg ordinair in de oren klinkt, maar ik heb wel ontdekt het laatste jaar dat verschrikkelijk mooi en ontzettend high-tech is wat daar allemaal gebeurt. Het is een industrie waar allerlei aspecten samenkomen, materiaaltechnologie, procestechnologie, machinebouw, ontwerp en allerlei bedrijven hebben enorm veel baat bij om daar samen te werken, op het slimme ontwerpen, samen in de lucht te komen, maar ook weer om die zo vurig gewenste studenten, afstudeerders en werknemers te krijgen. En tot slot composiet, waar ik net al zei. Als je op de beurs komt, dan moet je met je composiet niet bij de kunststoffen gaan staan, dan moet je bij de metalen gaan staan, want daar is het te doen.
De ouders gaan naar kunststof toe. En ik hoop op een mooie dag dat ook in de gebouwen veel meer kunststof terugkomt. Ook heel erg veel industriële variërs en ook die over gaat doorheen. En als dat dan allemaal ergens gaat landen, dan komen die bedrijfjes, dan komen die starters, dan komen organisaties. En dan vullen we dat gebied hier om ons heen. En dan hebben we polyplasticum om ons te herinneren en aan te herinneren waar we vandaan komen. En hebben we elkaar om van te leren om die toekomst samen te maken. Ik dank jullie voor de aandacht en is het tijd voor een